Belofte maakt schuld. Dus ik kom op de fiets bij alle vestigingen langs. En ik hoop overal bij de vestigingen de sfeer te kunnen proeven. Vandaag zijn we bij Bogane Almere. Naast het autobedrijf is hier ook Bogane Lease en Bogane Autoverhuur gehuisvest. Boven zitten er nog niet zo lang. Ik ben benieuwd, dus ik ga een kijkje nemen. Je bent in Bogane Lease, een autoverhuur in Almere, mooi Almere. Mijn naam is Peter Visser. Ik ben eindverantwoordelijk voor het lease en ons verhuurbedrijf. Hier op het leasebedrijf zitten we met 12 collega's. We hebben ook nog andere vestigingen, Veenendaal, Apeldoorn, een andere locatie. We hebben ook nog collega's zitten. Ook een man of 10, 11 zit daar in onze verhuurvestigingen. Het was een mooi jaar voor ons. Wij zijn met het leasewagenpark gegroeid. Mooie nieuwe klanten kunnen aansluiten. Het verhuurwagenpark is echt spectaculair gegroeid. We hebben echt een grote stap vooruit gemaakt. We hebben ook veel gedaan aan procesverbeteringen. Daar zijn we ook dit jaar mee bezig. Dus ja, wat dat betreft kijk ik met veel plezier terug op het jaar. En ook de resultaten financieel zijn ook gewoon goed geweest. Mooi geworden, hè? Ja. Tevreden allemaal? Ja hoor. Heel goed. Oh. Ja. IT. Wat dan? Snelheid. Bij mij is het systeem heel erg in de war. Ik maal er af en toe uit, maar er wordt druk aan gewerkt. Dus ik hoop dat dat binnenkort aan elkaar is. Maar dat is iets wat bij jou specifiek is? Ja, bij mij komt het meeste voor. Bij de andere sporadisch, bij mij helemaal. Maar dat is toch gek, want je belt alle, of je, ja, je logt allemaal in op dezelfde serveromgeving, zou je denken. Net echt, hè? Kijk, ja. Ja. En we kunnen zelfs met Teams, we hebben zo'n camera erop hangen. Oh ja. Met Teams kun je vergaderen. Maar dan zie je gewoon de hele ruimte ook meteen, dus dat is ook gewoon perfect. Oh ja, dat heeft Jos ook, dat is ideaal. Hè? Ja. Als je dan aan tafel zit met een groepje, dan is het professioneel, zeg maar. Ja, en wat mooi is aan het systeem, dat je ziet of de hele ruimte, of je zoomt hem in op de gebruiker. Dus degene die spreekt, wordt ingezoomd op het beeld. Oh. Dus hij zoomt in en hij zoomt uit. Oh. Ja, dat is voor vergadering dat gewoon perfect. Ja. Mooi. Nou, het afgevallen idee is jaarabonnement bij de Jamin om de droppot te vullen. 1000 euro is niet genoeg voor een jaar. Dus we hebben het andersom gedaan. We hebben er een sportief iets van gemaakt. En wij gaan daar dartborden voor aanschaffen. Om onze sportieve bijdrage en gezond te blijven in de kantine vrijdagmiddag. Geen bier, geen bitterballen. En dan hopen we dat we daar heel veel plezier mee kunnen beleven. We hebben bedacht dat dat kan gaan naar de vereniging Kinderkanker Nederland. Een vereniging die zich bezighoudt met uiteraard de hulp aan kinderen met kanker. Zij zijn ook bekend van de Kralenketting, de Kanjeketting beter genoemd. En zij hebben mobiliteit nodig en daar gaan we dit aan besteden. 3, 2, 1, kaas!